commissies aan. Hè. Ik kom hier het hele jaar door vrij. Ik heb wat verdiept in Patrick Moya. Patrick is niet alleen kunstenaar, maar zelf ook in feite een kunstobject, zou je kunnen zeggen. Want via de website Second Life heeft hij een avatar die je ook hier terug ziet. Dat is Superman-achtige verschijning. We hebben hier niet zomaar een kunstenaar in huis. We hebben een kunstenaar en een kunstobject bij ons binnen. Dus ik vind het heel erg leuk dat wij de gelegenheid kunnen bieden aan Patrick om in het Nederlands en in het Frans, hè, ook een hele goede zaak, nog eens even wat uit te wisselen. Ik hoop dat dat veel aandacht zal krijgen. Wij zullen er onze bijdrage ook aan leveren. In een virtuele wereld. En dan kan je dus met je avatar kan je dus er doorheen lopen. Wat mooie is natuurlijk, dit is ook in China. Zelf komen we niet of bijvoorbeeld mooie ook niet zo snel naar China toe. Maar op deze manier kan hij wel zien wel wat makkelijker te bereiken is. En dat is Cloud Party. En daar kun je ook makkelijker ook een hele expositie van hem zien. Met een avatar op die kan bijvoorbeeld vanuit China zijn, die kan ook vanuit Amerika zijn. Vanuit Australië. En samen ga je eigenlijk door zo'n virtuele...